Edward Belfort, waarom wordt Achim Bazin van Financiën nog gehandhaafd? Welke politici zijn betrokken bij de Braziliaanse drugshandel? En grensstad Albina in district Marowijne staat weer blank. Goeiedag, dit is Regionieuws TV Suriname van 20 mei 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. De regering probeert haar eigen corruptieschandalen in de doofpot te stoppen. Dat concludeert Rabin Parmesar, fractieleider van de NPD in het parlement. Parmesar stelt vast dat de regering zeer voortvarend onderzoek laat instellen naar de mogelijke corruptie tijdens de vorige regering. Schandalen onder het huidige bewind worden echter niet doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Parmesar noemt het investeringsorgaan New Surfin, de energiedeal met HPSG, de mensensmokkel met Haitianen en Indiërs, maar ook de affaire met het Blauwmeerproject. Zijn collega Edward Belfort vroeg zich af waarom minister Achim Bazin van Financiën nog wordt gehandhaafd, terwijl hij betrokken was bij alle corruptiezaken die Parmesar opnoemde. Het is opvallend stil binnen de Surinaamse politiek over de aanhouding van een drugspiloot in Brazilië die banden zou hebben met maar liefst 5 Surinaamse politici. Dat merkt nieuwsite United News op. Parlementariër Edward Belfort stelde onlangs vragen over de betrokkenheid van Surinaamse politici bij een drugskartel. Braziliaanse eenheden arresteerden een piloot die wekelijks honderden kilo's cocaïne transporteerde naar Suriname. Zijn contactpersonen in Suriname zouden politici zijn die een drugskartel vormen met Braziliaanse zakenlieden. Het valt de nieuwsite op dat geen enkele politicus inging op de vragen van Belfort. De grensstad Albina in het district Marowijne staat weer blank. Met name het centrum van Albina staat onder water. Langs de kade stroomt het rivierwater de straten op en dat komt door een combinatie van zware regens en een hoge waterstand vanwege springtij. Dat zegt districtsecretaris Patrick van Genderen. Ook de weg naar Papatam en het Anjumara-project zijn ondergelopen. Dat gebeurt vaker omdat de kreekjes en lozingen al bijna een jaar niet zijn opgehaald. Dat zegt Van Genderen. Tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u op de hoogte blijven? Download onze app regionieuws.tv en heeft u nieuws te melden? Dat kan ook. Stuur uw berichten naar suriname@regionieuws.tv. Dank voor uw aandacht, een fijn weekende en blijf vooral gezond.